Hoi iedereen en leuk dat jullie weer kijken bij een nieuwe video. In deze nieuwe video heb ik gelukkig weer een nieuwe Pokémon Celebrations Elite Trainer Box kunnen aanschaffen. Ze zijn zeer moeilijk te krijgen op dit moment. En je mag ook van de Celebrations collectie niet meer 2 artikelen bestellen, maar slechts 1. Dus dat maakt het allemaal wat ingewikkelder. Heel veel webshops zijn volledig uitverkocht. En het gaat steeds harder. Want dit is natuurlijk maar een tijdelijke Pokémon editie die op de markt is uitgebracht. Maar goed, we hebben al een keer eerder deze box gehad. Zoals jullie weten zit er best wel veel in. Waaronder 10 Celebrations Booster Packs. Er zitten 5 gewone Booster Packs in. Er zit nog een speciale kaart in. En nog veel meer. Laten we dit gewoon eventjes gaan openmaken. En kijken of wij hier iets moois uit kunnen halen. Zou natuurlijk fantastisch zijn. Zo ziet trouwens de box eruit, zoals jullie zien. Hier zie je allemaal Pokémon's op. Heel erg mooi. Heel erg leuk en origineel gedaan ook. Super cool. Daarnaast zit er ook weer natuurlijk het Celebrations Players Guide boekje bij. Waarin je dus kunt afvinken welke Pokémon's je in je bezit hebt. En ook kunt zien welke Pokémon's je dus nog moet hebben. Nou, dan gaan we eventjes de box openen. En het karton eruit halen. Het karton. Oh, bijna gooi ik iets weg, joh. Dat zou wel erg zijn. Het karton heeft ook weer de hele leuke figuurtjes er allemaal op staan, zoals jullie kunnen zien. Hier is Squirtle, Scorbunny, Bulbasaur, Charmander. Heel leuk, heel erg origineel ook. Daarnaast zit er een boekje in. Dat is de Pokémon Trading Card Game Rules. Ik heb hier een codekaart voor jullie. Er zit een pakketje in met energies. Dat zijn er 65. Die zitten ook in een zieltje. En er zitten ook weer van deze Pikachu hoesjes in. Ook allemaal keurig netjes in een zieltje verpakt. En daarnaast zitten er natuurlijk ook in de ziel een hele mooie holo van Greninja. Heel erg gaaf. Ik heb het pakket al eerder gehad, dus ik heb hem zelf al in de collectie. Maar het is en blijft wel echt een hele mooie holo. Daarnaast in het pakket zitten er ook nog eens 4 Pikachu schijnerskaarten voor in je collectie te doen. De spulletjes weer even netjes voor nu weer terug in het doosje. Er zitten weer 2 muntjes bij. En er zit een zak met dobbelsteentjes in. En wat er verder nog in zit, dat had ik eigenlijk net al benoemd. Er zitten namelijk 5 booster packs in. Zoals jullie kunnen zien. En er zitten 10 celebration pakjes in. Dus ja, ik ben echt... Oh, dan gooi ik ze nog op zijn kop. Ik ben echt mega benieuwd wat wij gaan aantreffen.
Ik denk dat we het gewoon op deze volgorde gaan doen. De gewone booster packs als eerst. En het spannendste bewaren we voor het laatst. We beginnen met het eerste booster pakketje. Om deze open te maken. De vier doen. En dan beginnen we met een LSI. Dan hebben we een Pupitar. Een Corvus Square. Een Hiding Energy. De Galarian Mr. Mime. We hebben hier Grimer. Dat is op zich een hele toffe kaart trouwens. Klink. Skitty. Pansage. Hey, we hebben een trainer. En nog een trainer die ik niet in de collectie heb. De Pokémon Breeders Nurturing. En dan zie je hier allemaal kleine jumpertjes. Het is ook een glimmende. En de laatste is een Melmetal. Nou, geen speciale kaart. Helaas, maar wel een aantal kaarten die ik nog niet heb. Dus dat is op zich wel altijd een leuke toevoeging. Ga ik naar het tweede pakketje. Seabolt. Lyron. De Expedition Uniform. De Porygon. Swirlix. Sneasel. Snoover. Blitzel. En we hebben weer een mooie glimmende, de Malamar. Nice. Oeh. En we hebben een V-card. De Ice Rider Kali Rex. Hele mooie kaart. Ik weet niet 100% zeker of ik die al heb. Volgens mij. Ik twijfel. Ik heb wel eens een keer een Kali Rex pakket gehad. Maar ik vind wel een hele gave kaart. Zeker om ook te packen. Dus dat is een goed begin. Voor de eerste V-card. Gaan we naar het volgende boosterpakket. En dan gaan we beginnen. De Staravia. De Shindotic. Flavi. Ducklet. Mareep. Paras. Kotika. Skarmory. En de Simipour. Wauw, hoe bedenken ze het? Oeh, we hebben een hele mooie holo. De Toxtree Shitty. Dat is wel een hele mooie holo. Ik ga gelijk eventjes in een sleeve. Hele mooie kaart. Heel blij mee. Het volgende pakje. Pak je 4 alweer. Gaat echt super snel. Daar gaan we weer. Tower of Waters. We hebben een Tower of Darkness glimmend. En de laatste. Oeh, we hebben weer een V-card. De Tapu Koko. Gaaf joh. Mooie V-card. Geen hele bijzondere. Maar wel een hele mooie. Want die heb ik sowieso nog niet. Dus dat is echt een prima toevoeging voor de collectie. Nice.
En dan zijn we aangekomen bij het laatste standaard booster pakketje. Heel benieuwd. De Stone Energy, Shuckle, de Cramorant, Weedle, Drillbur, de Clefairy, de Wilmer, Tynamo en een Shuppet. Oeh, en we hebben Galarian Sirfetch'd of zoiets. Hele gave V-card. Volgens mij had ik deze vorige week al gepakt. Maar dat kan ook een iets andere variant zijn. Dat het de Farfetch'd was. Volgens mij was het de Farfetch. Maar deze is echt heel erg mooi. Heel blij mee. Nice. We hebben toch vier... eigenlijk uit dit pakketje vier fantastisch mooie kaarten kunnen krijgen van de boosters. Dus dat is alleen maar mooi meegenomen. En dan is het nu tijd om deze 10 pakjes te gaan openen. Hopelijk krijgen we daar ook weer mooie pools uit. Dus ze zijn iets lastiger te openen omdat het ook wat dunnere kaartjes zijn. Goed, daar gaan we. En het mooiste van deze collectie is dat het allemaal holo kaarten zijn. En er kan dus een speciale kaart tussen zitten. Laten we gaan kijken. Eerste pakketje. Oké. Nou, geen bijzondere kaart. Wel een hele gave Mew. Maar verder geen bijzondere kaart. Maar dit was het eerste pakketje. Dan gaan we naar... tweede pakketje. Oeh, we hebben een mooie speciale kaart te pakken gekregen, mensen. De Donphan. Wauw, deze is echt vet. Deze heb ik ook nog niet. Dit is een speciale kaart. Hier ben ik echt super blij mee. Dit is echt een mooie, mooie aanwinst. En de laatste... is weer Mew. Deze gaan we eventjes weer in een sleeve doen. En ook gelijk in een toploader. Want dit zijn de speciale kaarten die je dus kan packen in de Celebrations collectie. Dan gaan we naar... het volgende pakket. Als die open gaat. Goed, dan gaan we weer. Hey! Wauw, we hebben er nog één. We hebben weer een Donphan. Hoe is dit mogelijk? Gewoon twee achter elkaar. Ja, niet dat ik klaag. Ik bedoel, dat is gewoon hartstikke vet. Dit is een mooie pool. En de laatste, een Professor Research. Nou, die gaan we gelijk ook eventjes in een toplodertje doen. Gaat dat allemaal? Juist. Deze zit er ook in. Ik heb er gewoon twee achter elkaar gepakt, hè mensen. Twee achter elkaar. Maar van deze... de beste conditie heeft. Want deze is echt helemaal... helemaal gelijk, zeg maar. Nice. Super nice. We hebben er nog 7 te gaan.
Ah, ik ga het knippen. Ik ga nog even knippen, want anders dan zijn we morgen nog bezig. Goed, daar gaan we weer. Jammer dat we op zich steeds dezelfde van die kaartjes pakken, want op zich zou het wel leuk zijn om wat andere eruit te halen om de collectie compleet te maken. En de laatste. Hey, de Flying Pikachu VMAX card. Nice. Heel blij mee ook. Super nice voor in mijn Pikachu verzameling. Pikachu is altijd welkom, mensen. Altijd. Goed. Dan gaan we naar het volgende pakketje. De Venusaur. Nice. Die heb ik al een keer, twee keer zelfs gepakt. Nice. Hier ben ik ook echt weer heel erg blij mee. Dat is gewoon echt... Boah, dit is mooi hoor. En de laatste is Luna Lala. Nice hoor, de Venusaur. Hopsa. Super cool. Super cool. Nou, naar het volgende pakketje. Dit vind ik trouwens ook een hele mooie Pokémon. En we hebben weer een Pikachu. Ja, Pikachu, altijd welkom. Altijd welkom. Dan hebben we nog vier pakjes te gaan. Vier pakjes. En we hebben geen speciale kaart. Unbelievable, mensen. Ik heb weer een Pikachu. Ik heb weer een Pikachu. Nice, weer een Flying Pikachu. En ik heb nog twee pakjes te gaan. Laten we hopen dat er nog even twee hele mooie poeltjes in zitten. Dat zou heel vet zijn natuurlijk. De Shiny Magikarp. Nice. Deze is vet. Wauw, deze is echt vet zeg. Kijk eens. Wat een prachtige kaart. Ja, hier ben ik ook echt blij mee. Dat was echt nice om te krijgen, mensen. En de laatste is een Professor Research. Wauw. Nice Magikarp. Heel erg nice. En dan komen we bij het allerlaatste pakje aan. Hopelijk nog één mooie kaart. Ja, nogmaals, dat zou gewoon echt heel vet zijn. En we hebben weer een Pikachu. Hoe is het mogelijk? We hebben alleen maar Pikachu's gepakt, zowat. Nice. Heel erg nice.
Ja, dat was ook echt het laatste pakketje. Ja, ik moet zeggen, ik mag absoluut, zekerste weten, niet klagen. Want we hebben echt wel weer een paar mooie pulls gehad. En dat blijkt allemaal maar weer. We hebben in ieder geval de Holo Grey Ninja. We hebben de Ice Rider Calyrex gescoord. We hebben de Holo Toxtree Shitty. We hebben de 4-card Tapu Koko. We hebben de 4-card van de Galarian Sirfetch'd. Of zoiets in die trans. Daarnaast hebben we maar het liefst 3 Flying Pikachu's gescoord. We hebben een normale Pikachu. We hebben 2 Donphans gescoord. 1 Venusaur en 1 Magikarp. Nou, ik kan niet anders zeggen dan dat ik heel erg tevreden ben met de pools die ik nu heb. Ik wil jullie daarvoor ook heel erg bedanken weer voor het kijken naar deze video. Doe even een duimpje omhoog als je het nou leuk vindt. En ik zie jullie gewoon heel erg graag terug bij wat nieuwe poolopeningetjes. Tot later!